Bij de Babi. We zijn nog niet weg. Nee. Dus ja, nee, voor alle inbrekers. Het was gewoon even een test. We zijn gewoon nog thuis. Het was gewoon een test. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Ja, daar zijn we. Een hele goede morgen allemaal. Ja, we hebben gisteren voor de derde keer weer niet de koffers ingepakt. Want mijn moeder die kwam... Oh, ik ben niet scherp. Ik heb de tijd. Want mijn moeder kwam gezellig langs. Die zat op kijkduin en daarna wilde ze komen eten. Dus liep even iets anders dan dat we wilden. Maar dat maakt niet uit. Het was super gezellig. En nu zijn we dus weer de volgende ochtend en gaan we naar het consultatiebureau. En daar krijgt hij weer zijn check-up. Geen prikjes dit keer. Ziet lekker uit, zijn nieuwe stoel. Yeah. We zijn bij het consultatiebureau. Nou, we nemen de camera wel mee, maar ze zijn er niet altijd even fan van dat we daar filmen en zo. Dus ja, misschien dat we niet filmen en dan zien jullie ons weer buiten. Met alle nieuwe gegevens, gewichten en dat soort dingetjes. Ik ben wel helemaal nieuw. Nou, we zijn een keer op tijd, dus heb je nog iets te zeggen? Nee. Nou, dan hou het lekker kort. Kijk, je ziet inderdaad zijn hoofdomtrek gaat verder goed. Hij houdt het heel goed vol. Ja? Vaak zie je bij een maand over 60 gaan ze toch wat meer bewegen. En dat het dan het gewicht wat... Waarom is deze vet niet? Nee, hij is een flink. Ja. Ja. Goed zo, want hoe gaat het verder met hem? Ja, eigenlijk hartstikke goed. Ik heb het idee dat hij heel snel is met alles. Ja. Hij komt dan naar voren, dus hij tijgert zichzelf van naar voren. Ja, oké. Okay. Ja, en hij slaapt in principe goed. En hoe gaat het met eten, met voeden? Eigenlijk ook goed. We zijn nu overgestapt naar opvolgmelk. Ja. En proberen we eigenlijk terug te gaan naar 4 flessen. Omdat we dan 2 hapjes geven en eigenlijk ook met een klein broodje zijn begonnen. Mm-hmm. Maar we merken wel dat hij eigenlijk dan 's nachts merken dat hij dan toch nog iets te kort komt. Oké, okay, dan wordt hij toch nog wel wakker voor... want die 5e fles, was dan ook 's nachts? Nee, in principe, we hebben alles een beetje uitgerekt. Ja, en normaal hadden we dan de laatste fles om 11 uur. Ja. En we geven dan nu de laatste fles en dat is dan de 4e fles om 10 uur. Ja, dus iets eerder. Ja. Maar dan wordt hij 's nachts wakker. Nou ja, vannacht was het dan 5 uur, half 5. Ja. Ja, hè, dus hij slaapt er wel een hele poos op. Ja, tuurlijk. Maar normaal gesproken... Sliep hij door tot 7 uur. Ja. Dus je merkt, want je ziet natuurlijk, dan was het ook wat later. Ja. Ja. En het lukt niet om nu die laatste fles om 10:45 te geven. Ja, dat zouden we in principe nog wel kunnen proberen, inderdaad. Ja, we hadden ook een beetje naar voren gedaan, omdat we zelf zoiets hadden van, dan kunnen we ook iets eerder naar bed. Ja. Hè, dat is natuurlijk, dit is even dan, Ja. Hè, want op zich is 4 flessen, en hij eet groenten. Ja. En fruit. Ja. En ook brood. Een half broodje. Oké, okay, want je mag dat ook wat uit gaan breiden als hij dat wil. Tenminste, dat brood. Op wat voor manier? Dat hij meer brood eet? Je maakt maar inderdaad lunchtijd. Ja. Hè, met dan mag je best een boterhammetje hebben. Ja. En dan... Wat mag er nu allemaal op? Net zoals, mag hij ook al ham en zo? Nou, kijk, in ieder geval boter. Ja, die hebben we. Want dat is goede boter. Ja. Kijk, en dan neem je nog vaak iets wat smeerbaar is. Dat is even wat makkelijker. En je hebt ook een smeerkaas. In handel is ook een speciaal voor kinderen. Er zit wat minder zout in. Ja. Maar net zo, smeerworst mag die ook wel hebben. Maar er zit ook best wel zout. Maar dat mag die best wel hebben. Gewoon een klein beetje. Ja. Want we hebben nu die speciale smeersels van Blue Band. Zit ook die fruit in en zo. Oké. Nou, dat is natuurlijk ook goed. Vindt hij ook lekker. Ja, en alleen boter mag ook wel, hè? Ja, precies. Ja. Oh, we willen het allemaal zo fancy maken. Ja, maar natuurlijk. Maar kijk, net zoals die zoetigheid. Kijk, ham is natuurlijk niet zoeter, maar net zoals echt gewoon jam of chocopasta. Hey, daar zou ik nog eventjes mee wachten. Ja, precies. Want wat niet weet, wat niet deert. Nee, zeker niet. Dat hebben we zelf ook eigenlijk niet. Het enige wat we hebben is pindakaas. Ja. En dat is ook goed, hè, om dat wel af en toe te geven, die pindakaas. Ja. Want komt er in de familie een notenallergie, pindaallergie? Ah.
Oh ja, en ook wat goed is, is wat ei. Ja, want ook ei-allergie is erg. Ja, dat maar, vroeg ik me af of dat okay. mocht. Ja, mag, of anders een roerei, gewoon een klein beetje. Dat hoeft niet een hele... Ja, maar daar mag hij best wat van. Dan mag hij ook okay. Oh ja, dat is wel. Maar net zoals ham en zo, dat mag wel al. Ja, kijk, dan zou ik nog even gewoon op vlees houden. Ja, het is natuurlijk beleg, maar jij mag best wel wat goed doorbakken vlees. Als je dat door de groentehap blendt. Ja, of vis. Blend. Of vis, hè? Ja. Dat is natuurlijk toch. Want hij mag vrij veel hebben. Alleen nog even oppassen met zout. Ja. Hey. Nee, dus dat is fijn. Ja, van de week voor het eerst had ik, dat is dan Siciliaans, dat kregen wij vroeger ook altijd pastina. Dus een speciale kinderpasta gehaald. Ja, ja. En dat is eigenlijk gewoon water. En dan op latere leeftijd komt er wat bouillon bij voor de smaak. Ja. En dan een beetje smeerkaasje erin. Ja. En toen las ik weer dat jij eigenlijk nog geen koemelk mag. Hij mag wel, kijk. Maar hij heeft geen koemelkallergie, hè? Nee, want in melk zit natuurlijk ook koemelk. Ja, het was smeerkaas om de lavashkiri. En toen dachten we, oh shit, mag hij dat nou al? Jawel, hij mag het. Hij mag eigenlijk wel gewoon... Alles waar je met mag. Ja. Hey, oh ja, ik zie het, hè. Hij komt bij die wezen weer. Ja. Nou, dit is wel een goede oefening, ja. Hij denkt, nou, dat is van mij. Ja, goed zo. Andere kant nog. Ik zal... Oké, dus dat is op zich groente, fruit hè, en bruinbrood is ook het handigste, het beste. Tenminste niet heel donker, ja, maar lichtbruin. Ja, lichtbruin heb ik gehaald inderdaad. Ja, kijk, dit maakt nog een beetje geluid. Ik denk, misschien vind je dat nog interessant. Ja, zeker. Ja, dus dat gaat goed. Gaat hij ook nog naar in het nachtverblijf? Ja, we gaan naar het huis. Ja, oké, want jij werkt ook weer. Ik werk weer fulltime. Ja. Oh, fulltime? Ja. Ja. En jij ook fulltime? Ja. Ja, het is best heavy. Dat is pittig. Ja. En hij gaat hij 5 dagen naar kinderdagverblijf? Nee, hij gaat in principe 3 dagen. Ik ben zondag maandag altijd vrij en donderdag is papa thuis. Ja, oké. Dus jullie hebben dus wel wat afgezet. Niet alle 2 of niet in de 5. Nee. Oké. Even kijken. En dat gaat ook goed kinderdagverblijf? Ja, zeker. Ja. Hij is wel de afgelopen, ik weet niet, die was eergisteren. En eigenlijk dat weekend ervoor heb ik hem wel moeten halen omdat hij koorts had. Oké. Okay. Ja, dat zijn toch wel wat virusjes rond. Ja. Dat is allemaal goed. Ah, ja. Eens even kijken naar je mondje. Ja, eens even kijken. Nou, controleer ook vooral op spriel. Nou, dat zie ik. Nee, dat ziet er allemaal goed uit. Ik luister even naar de harttoontjes. Ja, gaan we het even doen, hè. En de longetjes. Ik maak hem even een beetje warm. Even koude mondje buiten, dat is niet lekker. Zo, ja.
En hoeveel mogen we meenemen? Dus 73. Ja. Of 93,60. Iets meer dan 20 kilo. Maakt het goed, hè? Hey. Nou ja, we hebben dus ruim over, maar net wel een belangrijk puntje, want we zijn flesvoeding vergeten, dus die moet er nog in. Maar dat is 800 gram per ding en we willen er twee meenemen. Dus En we hebben nog twee keer 10 kilo aan... 1,6. En twee keer 10 kilo handbagage. Ja, dan kunnen we nog wat spulletjes voor in de... voor in het vliegtuig meenemen, dat je een beetje kan spelen, wat voor ons. Camera's, heel belangrijk. Camera's, dat we ze voeding... Gaan we een laptopje meenemen? Nee, hè? Misschien niet. We hebben gezegd, maar we gaan ook maar een weekje weg. Dat we, ja, we gaan wel een hoop filmen en dan maken we de vakantievlogjes als we terug zijn. Ja, precies. Dan kunnen we gewoon even lekker met de vakantie, hè? Vakantie is vakantie, inderdaad. We nemen jullie overal mee naartoe. Misschien dat we ook een keer live kunnen gaan. Ja, dat was vorige keer ook leuk in Gran Canaria. Hè? Ja. Toen ik een pinpas in een gleuf liet vallen en zo. En toen we ergens in de middle of nowhere naartoe gingen rijden. En we hebben jullie niet meegenomen naar het moment dat Jesse Silver is gemaakt. Dat zou, dan we niet. Het zou een beetje gek zijn, hè? Maar dat was ook op vakantie. Ja. Dus, En nu zijn we alweer een jaar verder. En daar zijn we alweer een jaar verder. De koffer is gepakt. We zijn nog niet weg. Nee. Dus vooral de inbrekers. Het was gewoon even een test. We zijn gewoon nog thuis. Het was gewoon een test. En we gaan ook lekker niet zeggen wanneer we weg zijn. Nee. En voor nu. Vergeet niet te abonneren. Belletje aanzetten. Duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao.